Ja, ik denk, ik zet me er even op met een ander hoofd, even voor de grap. Maar sommige mensen zijn dus gewoon wat slechter in praten dan in typen. En als je dan dus naar mensen iets schrijft, dan kan het gewoon heel anders overkomen dan wanneer je iets zegt. Ik kan me ook voorstellen dat er dan misschien wel zelfs een misverstand kan ontstaan. Dat zou eventueel kunnen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen het me in mijn gezicht hebben gezegd. Maar omdat zoveel dingen in mijn leven misgaan doordat anderen het verkeerd begrijpen, of dat ze ja, misschien denken dat ik niet de waarheid spreek, zou het best wel kunnen zijn dat sommigen ook dan denken dat ik bepaalde dingen niet geschreven heb. En ik heb bijvoorbeeld ook wel eens bepaalde dingen uitgerekend of wat dan ook. Maar als ik dat dan aan iemand liet zien, of met een mooi verslagje erbij, wat dan ook, gewoon hey, zelf bedacht, dan moet je eens kijken, misschien vind je het leuk of ken je er wat mee. Dan geloofden mensen me wel vaker niet. En sommigen werden ook nog wel kwaad. En sommigen die begonnen me met een gemene kop, wat, ja, om het zo maar te zeggen, wat uit te dagen of uit te proberen te horen. Maar dan wilden ze dat ik het ging verwoorden. Zeiden ze, ik snap niet wat je hier getypt hebt. Dat soort dingen hoorde ik dan wel vaker. Dat ze het steeds niet snapten. En leg het eens uit dan. Maar zie, ik ben dus wat slechter met het uitleggen. Nu word ik wel steeds wat beter. Maar daar is echt jaren overheen gegaan, omdat ik ook, ja, ik ben gewoon echt tegengewerkt en ook heel erg gechanteerd door heel veel mensen. En ik ben op allerlei manieren gebruikt in principe. Maar in ieder geval, ik ben nu 13 jaar in principe bijna verder. En ik leer me nu dus beter verwoorden en alles. Dus ik heb nu ook even wat filmpjes op YouTube. Maar ja, goed, dat kan ik het dus niet uitleggen. Als mensen dan dingen wilden horen uit mijn mond, ja, het lukte me gewoon niet. En ik werd ook heel erg zenuwachtig. En ik ben ook in een lopende band gemanipuleerd omdat mensen iets van me moesten en dat soort dingen. En ja, gewoon echt, nou, u wil niet weten hoe erg. En mensen manipuleerden me op een gegeven moment ook gewoon helemaal in een hoekje. En ja, wat incongruent gedrag betreft. Dat kun je ook dus kweken bij een ander, gewoon veroorzaken. En je hebt naar mijn idee heel veel soorten incongruent gedrag. Dat gaat aan het volgende filmpje van mij over. En incongruent gedrag kan ook verkeerd worden ingeschat, denk ik zelf. En daar ben ik zelf dan misschien wel het bewijs van. Al zou je het misschien wel incongruent gedrag kunnen noemen, maar het kan ook misbruikt worden, onbewust, maar misschien ook wel bewust, als mensen had kunnen weten. Dat ze het verkeerd inschatten. Want je kunt er namelijk wel handvaten aan plakken als iemand een bepaald incongruent gedrag vertoont. Maar dan moet je het wel goed inschatten, vind ik zelf. Maar goed, daar gaat het volgende filmpje over.